Veggies. This is this one. This, they're gonna pray here. This way, this side they're gonna put the toys. That side is for the bed. There's the bed. Yeah. Okay. Mm-hmm. So you sleep there? Yeah. You sleep that side. So for the cover. Mm-hmm. Where are you sleeping now? At home? Yeah, at home. Okay. There's the bed. No, this side is for the clothes. For the clothes? Yeah. Here the clothes? This side is for the clothes. There the bed. Okay. Yeah. That's nice. Mm-hmm. Hey Willy, vertel eens, wat was hij aan het doen? Hij was aan het vertellen, er was een slaapkamer, er was een bed komen te staan, er waren kleren komen te hangen. En ja, ik moet zeggen dat het aardig ventje is en ik ben trots dat ik dit mag doen voor deze familie. Wat vind je er speciaal aan? Nou, deze mensen met zo weinig geholpen kunnen worden. Ik bedoel, wij zijn hier met 20 man zijn we druk. En als je ziet hoe altijd vordert en hoe het gaat en hoe dankbaar die mensen zijn, dat is gewoon fantastisch. Dat geeft je gewoon het gevoel dat je iets terug kunt doen voor de medemens. En dat is ook de instelling die ik had toen ik hier naartoe ging. Van, met heel weinig kun je toch iets voor deze mensen betekenen. Met je eigen handjes kun je de wereld toch een heel klein beetje beter maken. En de dankbaarheid straalt er gewoon af. Ja. Heeft Ben nog broertjes of zusjes, weet je dat? Volgens mij heeft Ben nog één broer. Ben is 4, 4 year old you, hè? 5. And your brother? How old is he? My brother is 12. Sorry? 12 years. 12? Yeah. 12 year olds. And is your brother sleeping in this room also? No. No? But you have a room for your own. Mm-hmm. That's fantastic. Isn't it?